3, 2, 1, 0. Is de Sterk Staaltje Staalkracht Show. Mag ik een applaus voor Roef en Spijk? Yo, hallo, welkom allemaal bij de Sterk Staaltje Staalkracht Show. Ja, hier in het Ruigrijk. Ja, en je hebt het al gehoord. Ja. Wij zijn Roef en Spijk. Ja. Links van mij staat Roef, voor jullie rechts. En zij is de stoere durfval. Zij klimt in de hoogste attracties om daar de boutjes aan te draaien. En als het nodig is een vogelnestje te redden. Ja. Ze is 1,73 meter hoog. En over die 173 centimeter zitten 63 kilogram verdeeld. Ja, dankjewel. Onze factchecker van het Ruigrijk, ja. Spijk. Spijk die heeft alle 8 baanschroeven geteld en alle bouten naast elkaar neergelegd. Want Spijk weet alles. Maar dan ook echt alles van de power en de techniek van het Ruigrijk. Ja, en niet achter ons. Nee, voor ons, ja. Voor ons staat het stoerste publiek van de Efteling. Ja. Julia, de mensen die in de Danger Zone staan. Ja, die zijn echt het stoerst. Ja. Dus als je nog durft, kom erbij staan. Ja. Kom er rustig in. Maar ik heb daar heel veel zin in. Ja. Echt heel erg veel. Ik zit al heel erg lang te wachten, want we hebben eigenlijk heel veel facts en figures om te vertellen. We hebben allemaal proefjes om met jullie te doen. En ik barst eigenlijk van energie en ik ben niet eens waar te beginnen. Ik weet niet waar te beginnen. Het is een beetje te veel. En om de boel een beetje onder controle te houden, hebben wij contact met Python Headquarters. Python Headquarters, kan jij ons vertellen wat wij vandaag gaan doen met de Ruigrijkers? Check 1-2, hier Python Headquarters voor Roef en Spijk. Welkom bij de Sterk Staaltje Kennisquiz. Bereid je voor op een spannende kennisrit door het avontuurlijkste deel van de Efteling, waar adrenaline en opwinding samenkomen. Ruigrijk. Laat je hersenen racen als een razende achtbaan en maak je klaar om te scoren met vragen over vette achtbanen, duizelingwekkende natuurkrachten en uitdagende thrill rides. Ben jij de ultieme daredevil en kenner van Ruigrijk? Bewijs het en claim de titel van Ruigrijk-expert. Stap in en laat het spel beginnen. Hier zijn jullie presentatoren, Roef en Spijk. Zo, ja, welkom bij de kennisquiz van het Ruigrijk. Ik ben jullie presentator en dit is mijn assistent die alle special effects bedient. Ja. Ik heb hier een boel knopjes, even kijken. Amazing! Wow! 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 Wow. Danger Zone! Doe jij dat daarmee? Ja. Ik heb Danger hier een hoop knopjes. Leuk. Gaaf! Oké, we gaan een kennisquiz doen en die kennisquiz is een knock-out show. Ja, dat betekent dus dat je een vraag goed moet hebben. En als je een vraag niet goed hebt, dan lig je daarna eruit. Dus we doen steeds 2 keuzes. Dat is namelijk A. Dit is vak A. En dit is vak B. En dan stel ik steeds een vraag aan jullie. En dan moeten jullie dus A of B, antwoord A of B kiezen. En als je dan eenmaal hebt gekozen en je hebt het goede antwoord gekozen, dan mag je blijven staan. Maar als je het foute antwoord... Nee, amazing. Ja, dat klopt. En als je het foute antwoord hebt, dan moet je eruit. Ja, is dat duidelijk? Oké. Laten we maar beginnen met vraag 1 dan, toch? Ja, vraag 1. Ja. Even kijken. Zullen we een hele makkelijke mee beginnen of een moeilijke? Begin maar met een moeilijke. Een moeilijke? Maar meteen een moeilijke. Oké, nou dan is deze misschien wel moeilijk. Oké. Op welke dag wilde kapitein Willem van der Dekken van de Vliegende Hollander tegen alle regels in uitvaren? Was dat A, dit is A, eerste paasdag, ja? Of was dat 2, B,
eerste kerstdag. Oké. Okay. Eerste paasdag. Ah. Of eerste kerstdag. Wauw. Geweldig. Geweldig. Amazing. Geweldig. Wauw. Sterk staaltje staalkracht. Waar sta jij daar of daar? Sterk staaltje staalkracht. Ja, want nu sta je van B. Oké, we moeten wel duidelijk zijn. Welke kant van de lijn? Jullie staan in B? Ja. Jij staat ook in A? En jij staat ook in A? Nou, oké. Oeh, dat kan dus zomaar zijn dat iedereen afvalt. Ja, het kan zijn dat iedereen zomaar verloren heeft. Wat denk jij? Misschien wordt het wel een korte quiz. Ja. Weten jullie het heel zeker? Kan nou nog twijfelen. Nou kan je nog wisselen. Ja? Oké, ik denk dat hij gelijk heeft. Het is inderdaad antwoord A. Paasdag. Wauw. Eerste paasdag. Applaus voor jullie. Heel goed gedaan allemaal. Heel goed. Wauw. Oké, dan hebben we een volgende quizvraag. We hebben er nog één. Ja. Hoeveel mensen kunnen er maximaal plaatsnemen in de halve maan? Is dat A, 40? Of is dat B, 60? Dus hoeveel mensen passen er maximaal in de halve maan? Nou, ze gaan nu allemaal snel afkijken, dus we gaan... Niet overleggen. Nee, even, niet overleggen. Wauw. 40, 60. Wat een krachtig. Amazing. Jullie staan 60? Ja? Oké. Okay. Wat was het nou? Wat was nou 40 en wat was nou 60? Die kant was 40, toch? En dit is 60, hè? Ja. Die kant is 60. Oké, okay, het goede antwoord is... Antwoord A, 40! Jullie zijn door naar de volgende ronde. Jullie zijn er allemaal uit. Wow. En jullie zijn nog over met z'n drietjes of met z'n vieren. Oh. Ja, heel goed gedaan. Hey, ja, maar jij stond daar, hè? Ja, helaas. Het is een knock-out race. Nou, hey, jongens. Roef, weet je wat ik mij wel afvraag? Ja. Als mensen in de achtbaan zitten, ja? Dan gaat keihard naar beneden, ja. Begint iedereen te gillen. Ja. Waarom? Wat is dat? Waarom is iedereen aan het gillen? Dan vragen we dan toch aan de headquarters. Ja, dat kunnen we doen. Ja. Kunnen we wel doen. Ja? Headquarters, waarom gillen mensen in een achtbaan? Check 1-2, hier Python Headquarters voor Roef en Spijk. Waarom ga je gillen in de achtbaan? Dat vroeg ik. Ja. Al sinds de oertijd zit gillen in ons instinct. Het is een soort kreet om hulp. Of natuurlijk van blijdschap. Het betekent in elk geval dat er iets aan de hand is. Als je bijvoorbeeld in een achtbaan zit of ergens vanaf valt, schrikt je lichaam. Dan komt er een reactie van je hersens en deze zorgt ervoor dat je gilt. Vroeger was gillen ook een manier om je aanvaller af te schrikken. Zo heb je tijd om weg te rennen. Eigenlijk is het dus hartstikke slim van ons lichaam. De vraag aan de ruigrijkers is, kunnen jullie aan het gegil horen welke attractie het is? Ja. Dat is een goeie. En dat is eigenlijk dus voor deze deelnemers ook, want die waren er over. Dus jullie mogen die was raden over. Welke attractie, heb jij daar attracties daar ik in? Ik heb hier, even kijken. Leuk. Ik heb hier de Vliegende Hollander. Dat is A, Vliegende Hollander. Ja. Of ja. De Baron. Of de Baron. Dus jullie gaan zo nu het geluid horen van gillende mensen. Dan moeten jullie raden of het A de Vliegende Hollander is of B de Baron. Ja? Daar komt-ie, hè? Oké. Okay. Hebben jullie al een idee? De Vliegende Hollander of de Baron? Mensen gillen wel echt, hè? Die kant is de Baron. Die kant is de Baron. Dit is de Baron en dit is de Vliegende Hollander. Jullie denken allemaal Baron? Jij denkt toch Vliegende Hollander? Ik denk dat er keuzes gemaakt zijn, hoor. Ja, dat denk ik ook. Amazing! Het is de Vliegende Hollander! Geweldig! Wauw! Ja, hebben we dan iets? Nou, we hebben dan een aantal winnaars eigenlijk. Ja? De mensen die in dit vak staan, denk ik. Ja? Ja?
Daar hebben we toch wel iets voor? Ja, daar hebben wij zeker iets voor. Daar hebben wij een hele mooie stempel voor. Zullen we eens even kijken of we die hebben. Oh, die heb jij. Ja, kom maar. Oh, dat kan ook. Oh ja, dat is een goed idee. Ja. Even kijken. Hier. Dat is een goed probleem. Yay. Oh, ineens is iedereen over mijn leven. Even je mouw opstropen. Nou, al die stempels, ja, het zijn er veel. Kijk naar al die stempels. Verdient of niet, maakt niet uit. Iedereen verdient ze. Iedereen die in de danger zone staat, ja, zeker. Heeft ze verdiend. Want dan ben je toch al een durfval, hè? Oké, zullen we verder gaan? Ja. Zullen we vragen aan Python Headquarters of zij misschien nog een beetje voor ons heeft? Of ze nog iets voor ons heeft? Ja, ja, dat kunnen we doen. Python Headquarters, heb je nog voor iets voor ons in petto? Check 1-2, Python Headquarters hier voor de kompels. Laten we afdalen naar het domein van de hebzuchtige Baron Hoogmoed. Oh. Om een sterk staaltje zwaartekracht te ervaren. Oh, leuk. Baron 1898 is Eftelings enige echte dive coaster. Waarbij je met een vrije val van maar liefst 37,5 meter met een topsnelheid van 90 km per uur de diepe mijn instort. Ja, dat is eng, jongen. Wist je overigens dat Baron 1898 voor de wintermaanden ook een setje winterbanden heeft? Oh? Baron 1898 maakt gebruik van magnetische remmen die ervoor zorgen dat de trein geleidelijk vertraagt. En die remmen zijn nodig, want Baron 1898 bereikt een topsnelheid van zo'n 90 km per uur. Probeer dan nog maar eens een gesprek te voeren. Kompel Spijk en Kompel Roef, zouden jullie eens kunnen checken of dit laatste ook echt waar is? Oh, een gesprek voeren. Moeten wij dat gaan testen? In de achtbaan. Ja. Oh, dan gaan we toch naar de achtbaan. Ja, ja, maar we kunnen het ook hier doen. We kunnen het ook hier proberen. Dan doen we het gewoon na. Ja, weet je wat? Dat klinkt goed. Ja, en dan halen we een deelnemer op het podium die dat met ons gaat oefenen. Is ja, daar hebben we iemand voor nodig. Ja. Daar hebben we iemand voor nodig. Ja. Wie durft? Ik zou zeggen die daar. Wat denk jij? Ja, is goed. Ja? Durf je dat? Kom maar naar boven. Deze kant. Hier is het trappetje. Ja. Oh, even kijken hoor. Wat hebben we dan nodig? Even kijken. Wat is jouw naam? Jaden, welkom. Dan komt hij maar naar boven. Hallo Jaden. Hoi. Hallo. Zo kan ik je ook wel vragen stellen. Ik kan mijn leven van. Je mag even hier komen zitten. Ben jij al in de Baron geweest? Ja. Ja? Vandaag ook dat? Ja, nog niet. Nog niet vandaag, maar wel ooit eerder. Ja. Kon je daar toen een beetje een gesprek voeren? Zoals wij dat nu doen eigenlijk. Lukte dat? Of heb je het eigenlijk niet geprobeerd? Wat? Heb je een gesprek gevoerd in de Baron? Ik denk het niet. Met je buurman zo gepraat van, ik vind wel dat de zon hard schijnt vandaag. Weet je wel, zo'n soort gesprek? Was je daarmee bezig in de Baron? Nee. Ik denk dat je met andere dingen bezig was inderdaad. Ja. Maar dan gaan wij vandaag dus heel eventjes uittesten of we dat kunnen doen. Ja. Je krijgt een veiligheidsbril op. Ja. Die mag ik ook op, hè? Aan de kant. Jij mag ook een veiligheidsbril op. Zo. Weet je wat we dan gaan testen? Dan ga ik gewoon een frietbestelling oplezen van de frietkraam hier, zo hier. Dan ga ik zo een bestelling oplezen en dan moet jij kijken of je me kunt verstaan. Ja? Met al die wind en zo. Ja, daar zit wel op plan. Terwijl we ook nog eens in de dive coaster zitten, hè? Dus de Baron. Dus dan gaan we eerst omhoog en dan gaan we omlaag. Ja. Zullen we dat samen gaan doen? Oké, moet je heel goed naar me luisteren. Gaan we kijken of het lukt. Ja, ik ga zorgen voor de special effects. Ja. Dus laten we het geluid maar starten. Zullen we aftellen? Ja. Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Even kijken, gaan we eerst omhoog. Hè? Eerst naar boven. Hij gaat wel stijl naar boven. Ja, hij gaat wel heel stijl naar boven. Ja. Oh, is hij al boven? Oh, schiet het af. Oké, ik ga drie frietjes speciaal. Eén keer een ketchup in plaats van de keuken. Twee frikadellen met mayo en één alleen met uitjes. En
en een viandel met yogisaus en een frietje waterfiets en een broodje kaassoufflé met tartesaus en een broodje pardoes wil ik ook, ja. En 3 milkshakes en aardbei, vanille en chocola, 4 fristies en een zakje chips. Oeh. Heb je daar iets van kunnen verstaan? Een zakje chips? Oh. Is dat een chips? Dan, ja, de bestelling is denk ik doorgekomen. Ja. Dat is heel goed hoor, dat jij dat zakje chips hebt bewaard. Het zakje chips, ja. Het zakje chips is doorgekomen. Blijf even lekker zitten. Alsjeblieft. Ja. Wat ik ook nog heel graag zou willen testen. Ja. Ja. Is of je wel zou kunnen eten in Akbaan. In de bron ook? Of niet? Zullen we dat gewoon in de bron proberen? Dat eten? In de bron eten. Oh, laat jij dat dan proberen. Ja toch? Klinkt goed. Chips. Oké, je hebt dus al een halve frietbestelling weten te onthouden. Dan ga je nu proberen. Ik wil er wel nog heel even bij zeggen. Oh. Don't try this at home. Je hebt thuis natuurlijk geen baron, maar het is niet de bedoeling dat je hier in de baron ook echt chips gaat eten. Het is een simulatie. Ja. Ja? Daarvoor hebben wij wel weer een bril nodig. Die hebben wij. Ja. Bril op. Op. Ja. Windeffecten. Dat was al nu snel veel. Nee, ik ga weer gaan. Ik denk dat we alles compleet hebben. Okay. Laten we maar beginnen, toch? Ja. Gaan we weer tellen. Ja. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan gaan we eerst weer naar achter, denk ik. Eerst naar boven. Oh. Dit is toch makkelijk eten, hè? Ik kan zo op. Valt zo in je mond. 2 keer achter elkaar naar boven. Prima. Oeh, is wel moeilijk naar beneden kijken zo, hè? Niet met volle mond praten, alsjeblieft, hè? Ja. Maar ging dus goed. Ja? Ja. Ja, jij hebt nog een handzakje chips over, dat is ook fijn. Ja? Ja, precies. En die kun je weer naar beneden nemen. Allemaal kruimels hier. En allemaal kruimels hier, ja, dat ging wel binnen met al die witkanten. Ja, als ieder mens doet, daarom is het alleen weggezet. Ja, precies. Maar beter van niet. Wel goed dat we het hier hebben geprobeerd, maar dan krijg jij een groot cadeau van ons. Waar wil je? Neem ik nog heel even je bril af. Ja. De welverdiende sterk staaltje stempel, alsjeblieft. Je blijft een paar maanden zitten. Ja. Ja. Een paar maanden maar. Zal ik mag je meenemen? Mag je meenemen? Dan mag je weer naar de danger zone. Ja, heel goed gedaan, heel goed danger gedaan. Zone. We zitten, klopt je nou? Danger zone. Ja. Oeh, ja, danger zone. Zone, ja. Oké. Okay. Spike, wat denk jij? Ja? Hebben wij nog... Ja. Ik denk dat jullie het allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Je zit in een thrillride en je gaat van links, je gaat naar rechts, je gaat naar boven over de kop, alle kanten beneden, fit! Ja. Het fotomoment. Ja. Ja, daar was ik niet op voorbereid. Sta ik er weer charmant op. Heb je weer gemist, weet je wel? Sta je er weer zo op. Ja, ik denk dat we daar even een beetje een voorbereiding voor kunnen gaan doen. Dat gaan we zodat zien. Jullie zo meteen, als jullie in de Python gaan, ook mooi op de foto komen. Ja, precies. Ja. Mooi geposeerd ook, hè? Ja. Oh, poses. Okay. We kunnen poses oefenen. Ja, poses. Weet jij een pose? Ja, hoe zou je op de foto willen? Zo? Ja, dan gaan we er met z'n allen oefenen. Heel, dus eigenlijk heel erg... Je hoofd op je handen laten rusten. Ja? Zullen we dat gaan oefenen met z'n allen? De volgende keer als we dan in de Python gaan, dan doen we hem zo. Oké, gaan we aftellen? Gaan we snel aftellen? Snel aftellen. Of langzaam aftellen? Snel. Snel aftellen? Ja, snel aftellen. Okay. Doe jullie mee en dan maken we een foto, oké? Oké. Oké. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, heel goed. Ja, heel goed. Heel goed. Ja. Heel mooi. Dus vanaf nu zijn... Oeh, we kunnen er nog wel een doen. We kunnen nog wel een pose. Ja. Ik wil eigenlijk wel eens een keer bang op de foto. Bang? Ja, gewoon nul. Hoe is dat bang? Hoe gaat dat? Gewoon helemaal... Zo? Zo? Ja. Ja? Dat kunnen we ook doen. Zullen we die doen? Doen we dan nu snel aftellen? Nee, langzaam. Langzaam aftellen. Oké. Ja, allemaal bang? 6 5
4, 3, 2, 1. Bang! Ja, heel goed. Ja, heel goed gedaan. Heel goed. Oeh, ik weet er nog wel één. Ja? Hier. Oeh, wat denk je? Wat denk je? Ja. Heel hard in de wind. In de wind. Op de foto. Ja, ja, en dan met de mond liefst open. Zo. Ja? Oké. Okay. Ja. Zullen we dat gaan doen? Ja, oké. Okay. Dan gaan we weer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dat is een mooie foto geworden. Wauw. Ja, prachtig. Wauw. Oké. Okay. Sterstaaltje Stoerlingen hier. We zijn wel weer aan het einde gekomen van deze show. Ik weet het zeker. En dan is het weer tijd voor DJ Quizzy, of niet? Dat denk ik wel. Ja. Oh, daar is ze al. Waar? Ja, daar. Daar staat ze al, ja. Waar is dat? Daar. Oh ja. Sterkstraaltje waterkracht. Hartstikke bedankt dat jullie. Sterkstraaltje, wat een goeie, Spijk. Dank jullie wel dat jullie erbij waren. En DJ Dizzy neemt het nu over. En we zien jullie weer over een half uur. Ja, tot dan. Doei. Even opruimen nog, ja, Spijk. Wat bulletjes liggen hier inderdaad. Hallo. Nee, ging het goed? Ja, het ging goed, ja. Wauw. Ja, ging heel het heel mooi op de foto. Ja, ja? Heel stoer. Ja, 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 ja. Foto's gemaakt. Ja. Ook nog een beetje gedanst. Ook nog een beetje gedanst. Nou. Uiteindelijk kwam er nog zo'n waterval. Ik zag het. Ik voelde het. Ja, ja, ja. Jij hebt gemaakt. Jij moest van die wissels hebben. Dat weet ik wel. Fijn zijn. Zie je nog een halfuurtje? Ja. Helemaal goed. Vandaag. Oh jongens, zelfs met paneel is het nat.